Ik kan alles, zegt hij, dames en heren. En ja, je hebt een nieuwe sport gevonden, hè, want je vindt het prachtig. Ja, zeker. Goed, nou, we wensen je heel veel succes met deze nieuwe ponies. En doe je best, jongens. Jaap van der Wal en Saber Boeijers uit Noord-Burgum. En ja, dat zeg ik, hij had al de Shetlanders. En we zien nou hier Belsjes voor de wagen staan. De Shetlanders heeft hij van de hand gedaan, dames en heren. Waarom, zegt hij? Ik zal het even vertalen in het Nederlands, omdat dit harder gaat. En inderdaad, het zijn jonge knapen, dames en heren. Twee jonge mannen die behoorlijke tempo erin hebben. Kijk, 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 dit gaat goed hoor. Dit gaat fantastisch. Dit gaat een hele snelle tijd worden. En dan is het natuurlijk kijken dat ze geen punten verliezen. Dit is meteen de gang erin zetten. En dan moeten ze nog 11 hindernissen vandaag. Oh, kijk eens, ja, dit kost even een paar seconden. Dit kost strafpunten, maar dit gaat helemaal goed. Dit gaat harder, zeggen ze. Dit gaat harder. Deze Belgiërs, die hebben tempo erin. Dit gaat harder als die Shetlandponies. Natuurlijk gaat dit harder. En het is fantastisch wat ze laten zien. Helemaal nieuw met deze paden. Helemaal aan elkaar moeten wennen. Maar u ziet het. Dit gaat een toptijd worden. En ze moeten natuurlijk niet veel te verliezen. Kijk eens aan, dames en heren. Hier kun je van genieten. Hier kun je van genieten. Twee van die jonge knapen. Groen, fris als het gras. Zijn ze hierin gestapt. Ja, ja. Dit gaan we vanavond terugzien. Als dit zo doorgaat op elke hindernis, gaan we ze vanavond terugzien in de finale. Dat kan ik u verzekeren. Als ze niet te veel punten liggen. Fantastisch, mannen. Fantastisch. Oh, wat een tijd. Wat een tijd. En jullie krijgen een fantastisch applaus.